Sydney. Mooie auto hoor. Ziet er weer wat volwassener uit dan de Tucson's die ik heb gereden. Kia moet maar snel met een nieuwe Sportage komen. Keurige auto. Hyundai is wel goed bezig het modellengamma wat stoerder te maken en de Oosterse invloeden te minimaliseren, zegt Straight Six. Dutch Drift King. Zou voor 8-wiel aandrijving moeten gaan, zou je denken. Best een knappe car. Autofanaat, ik vind deze auto een beetje tegenvallen. Nou oké, het zijn niet allemaal positieve geluiden, maar jullie reageerden overal heel erg positief op de nieuwe Hyundai Tucson. En we hadden eigenlijk al heel lang geen Hyundai meer gereden, dus we dachten, weet je wat, dan gaan we gewoon proberen. Dus let's go! Ja, de nieuwe Hyundai Tucson, we zagen hem in Genève voor het eerst. In levende lijven en toen dachten we van, hey, best wel een strak getekende auto. Nou, dat heeft ook wel een verklaring. Meneer Schreier, ooit heel bekend van een aantal Audi ontwerpen, tegenwoordig designbaas bij Kia. En Kia is natuurlijk heel goed bevriend met Hyundai. Dus meneer Peter Schreier, die mocht zich bemoeien met het ontwerp van de nieuwe Hyundai Tucson. En ja, die jongen die kan aardig tekenen, dus die... Die kwam best wel eigenlijk wel een aardig design, vind ik tenminste. Ik vind het best een mooie auto geworden en dat vonden jullie dus schijnbaar ook. In ieder geval de meeste van jullie. Als we de comments onder de artikelen mogen geloven. Ja, en die Tucson, dat is een beetje een apart verhaal qua type aanduiding. Want de Tucson, die was eigenlijk al even van de markt. En er was dan de iX35 was daarvoor in de plaats gekomen. En nu is dus de iX35 gaat weer van de markt, denk ik. En dan is het weer de Tucson. En ja... Hyundai gooit dat zelf ook in de persberichten en de persman die we hebben gekregen allemaal door elkaar. Van ja, de voorganger iX35, de voorganger Tucson, dus je moet dat nog op blijven letten ook over welke auto ze het nou elke keer hebben. Maar ja, ze zijn er in ieder geval heel trots op dat alles veel beter is geworden dan bij de vorige Tucson. Maar ja, dat mogen we natuurlijk ook wel een klein beetje verwachten als het om een nieuwe auto gaat van een merk. Los van dat nieuwe design wat Hyundai, gelanceerd heeft, zijn er natuurlijk ook weer een hoop nieuwe technieken. Tegenwoordig heeft de Hyundai Tucson Lane Keeping Assist en je ziet dat mensen voor je stilstaan en dan gaat hij piepen en eventueel zelf al een noodremactie maken. Uiteraard een beetje afhankelijk van de optiepakketjes die je aanvinkt, dingen waar ik nu over praat. Het is niet zo dat alles er standaard op zit nog, helaas. Je moet daar wel voor bij betalen, of in ieder geval voor een aantal ervan. Maar aan de andere kant, dat kan ook haast niet anders, want de prijs is best wel scherp. Vanaf 26.000 euro rij je al een nieuwe Tucson en voor een auto van dit formaat is dat echt niet gek. Los van al die technische snufjes is er ook op motorisch vlak nieuws, want er is een nieuwe 1.6 TGDI met 177 pk. Dat is een benzinemotor, laat de D in GDI je niet voor de gek houden. Dat is een benzinemotor en in dit geval hebben wij die ook bij ons gecombineerd met een DCT, een automaat met dubbele koppeling die je alleen bij dit blok kan krijgen. Je kan ook een automaat krijgen op de diesels. Er zijn drie dieselsmaakjes van 115 tot 186 pk. En er is ook nog één andere benzinevariant en die heeft een pk'tje of 130 ongeveer. Prik maar even niet op vast, ik ben mijn speedbriefje kwijt. Hou je niet van een automaat of automaat met dubbele koppeling zoals in dit geval, dan kan je altijd kiezen voor een handgeschakelde variant. Want alle motoren zijn leverbaar met een 6 bak handgeschakeld. Qua sturen, het is een crossover, hè, jongens. Ik bedoel, het is geen hot hatchback of zo, dus het is niet super strak. Vrij licht ook, vind ik, maar dat is misschien ook wel wat ik gewend ben, want ik rijd niet zo heel vaak in dit soort auto's. Het interieur van de Tucson, dat is ook wel echt goed opgeknapt. En sowieso een stuk ruimer geworden. De hele Tucson is wel gegroeid, breedte, lengte, hoogte, alles. En daardoor hebben we ook veel meer interieurruimte teruggekregen. Stuurtjes, lekker stoelen zijn fijn. Zijn echt gewoon, we zitten al de hele dag in deze auto, maar geen centje pijn eigenlijk. Ja, en er is een nieuw multimedia systeem met onder meer TomTom Live Services die de eerste 7 jaar gratis zijn. Tenminste, gratis, maar op kosten van Hyundai. En daaraan moet je er wel zelf voor gaan betalen. In Nederland is 5% van alle verkochte auto's is een SUV in het C-segment. Net zoals de Tucson. En dat zegt wel iets over hoe belangrijk deze auto kan zijn voor je Hyundai. Ze hebben ook opgeteld van de iX35 en de Tucson samen, sinds de Tucson geïntroduceerd werd een tijdje geleden, al 33.000 auto's verkocht. Dus dit is ook voor
Hyundai echt weer een belangrijke auto. Ook omdat de iX35 in aantallen verdubbelde ten opzichte van de Tucson. En ze hopen natuurlijk dat deze weer de aantallen gaat verdubbelen van de iX35. Dus misschien als je in de markt bent voor een C-segment SUV, ja, dan moet je misschien niet meteen naar Volkswagen rennen voor een Tiguan of naar Nissan voor een Qashqai. Dat zijn de geëikte keuzes. Zo'n Hyundai Tucson is misschien wel gewoon, ja, een heel goed alternatief voor die auto's. Ik vind hem sowieso heel gaaf uitzien ten opzichte van de concurrentie. Ja, maar verder, het is ook gewoon best een prettige auto om in te zijn en het draait goed. Dus ja, misschien een overweging waard als je een C-segment SUV zou willen gaan rijden.